Morgen gaat het grote Schild en Vrienden-proces dan eindelijk van start. Nadat er 5 jaar lang een heel leger aan politieagenten, magistraten en advocaten hun tijd aan hebben verspild. Dat er aan zo'n zaak, overal belachelijke memes, zoveel tijd en geld wordt verspild, is behoorlijk tristig als je weet dat er in België iedere 3 dagen een zedenzaak wordt geseponeerd wegens gebrek aan recherchecapaciteit of andere prioriteiten. Dat 7 op de 10 diefstallen met geweld in dit land gewoon worden geseponeerd. Dat als er in Brussel in uw huis wordt ingebroken en gebeld vanuit uw slaapkamer naar de politie, het soms uren duurt eer ze ter plaatse zijn. Dat procureur-generaal de Serna, een van de hoogste magistraten van België, zegt dat de drugsmafia ons land aan het overnemen is en dat er regelmatig dossiers van zware georganiseerde misdaad ongemoeid gelaten worden bij gebrek aan middelen. Dat pedofilie vaak onbestraft blijft en dat als er toch eens een pakken, er amper een straf volgt. In zo'n land, waar politie, gerecht en politiek de burger steeds vaker in de steek laten wegens een zogezegd gebrek aan middelen, gaat men vanaf morgen dus jongens van Schild en Vrienden proberen te veroordelen voor memes die 7 jaar geleden in een chatgroep zouden zijn gepost. Daarvoor heeft het Belgische regime blijkbaar wel tijd, geld en middelen genoeg. Wel, als ze denken dat ze mij gaan klein krijgen in de rechtbank, dan zijn ze mis. Wij gaan dat winnen. En als je ons wil steunen in het winnen van al die rechtszaken, dan kan je dat door bijvoorbeeld deze iconische Schild en Vrienden polo te bestellen, die trouwens vanaf deze week eindelijk terug in stok is in de maten medium en large. Je kan ook een donatie doen voor onze rechtszaken en onze gerechtskosten via dit rekeningnummer. Bedankt alvast.